Interruptie van mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, want ik hoorde minister-president zeggen dat hij met internationaal overig klaar is met de vragen. En als dat klopt... En dan heb ik wel dus ook geen nog liggen. Komt nog. Ja, dat begrijp ik. Maar ik heb een vraag gesteld over de handelsdeal tussen de Europese Commissie en de Mercosur-landen, waaronder Brazilië. Is er interventie over gehad met anderen? Maar ik heb geen vraag gehoord in uw bijdrage. Dan heb ik die gemist. Maar ga uw gang. Ik ga proberen om te beantwoorden. Ja, dank u wel. Fijn. Want de Tweede Kamer heeft zich daarover uitgesproken. De Tweede Kamer heeft gezegd dat Mercosur-verdrag, dat zien wij niet zitten. Vanwege die oneerlijke concurrentie voor onze boeren, de ontbossing, nou, noem alle problemen maar op. En het kabinet neemt niet alleen de ruimte om te zeggen, nou ja, bedankt voor deze mening, Tweede Kamer, maar wij nemen onze positie pas in als er officieel teksten aan ons zijn gestuurd, alsof die teksten er nog niet zijn. Dat is al dubieus. Maar nu heeft het kabinet ook nog een oproep aan de Europese Commissie mede ondertekend om vaart te maken met de implementatie van Mercosur. En ik begrijp niet waarom dat is. Als de Tweede Kamer zo duidelijke uitspraak heeft dat dat verdrag er wat de Tweede Kamer betreft niet kan komen. Minister-president. Ja, maar goed, we hebben natuurlijk wel verschillende verantwoordelijkheden, voorzitter. En het is niet zo dat de Kamer opdrachten geeft aan de regering. De Kamer geeft uiting aan opvattingen via moties. Maar verder is er natuurlijk een gezamenlijke oriëntatie op die moties en hoe we daar dan vervolgens met elkaar mee omgaan. Ik heb eerlijk gezegd dacht dat het verdrag inderdaad in formele zin nog helemaal niet rond is. Dat het ook juridisch nog allemaal loopt. Het lijkt mij het beste, voorzitter, dat we dat gesprek voeren als we ook echt iets aan de Kamer kunnen sturen. Maar zover is het helemaal nog niet. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, ik heb hier twee zeer grote problemen mee. De minister-president zei voordat corona uitbrak, de stikstofcrisis is de grootste crisis uit mijn politieke carrière. Nou, we kunnen zien, de onrust in het land, dat klopt ook. En de maatregelen die genomen moeten worden, daar zijn boeren ongerust over. Dat snap ik allemaal. Mm-hmm. En wat hoort daar dan bij? Daar heeft de Tweede Kamer ook een heel duidelijke uitspraak over gedaan. Schets wel een helder en duidelijk perspectief voor de boeren. En nu zegt de minister-president eigenlijk wat ze al jaren zeggen. Hey, we wachten nog even met ons officiële oordeel over dat verdrag. En ik voel hem al aankomen. Zo ging het bij CETA ook. Je laat het duren, je laat het duren, je laat het duren. En dan hebben we uiteindelijk nog een keer een debat. En dan zegt het kabinet, ja, als we nu niet meedoen, dan slaan we internationaal natuurlijk een flater. En dat spelletje, voorzitter, dat spelletje kan je de boeren niet aandoen en je kan het de Tweede Kamer niet aandoen. Dank dus dat is mijn eerste probleem daarmee. Het tweede probleem is... Iets korter als het kan, mevrouw Ouwehand. Ja. Ik doe mijn best, voorzitter. Dank. Het tweede probleem is dat er dus een brief naar de Europese Commissie namens Nederland is ondertekend. Maak vaart met dat Mercosur-verdrag. En tegelijkertijd heeft de Tweede Kamer een brief gekregen waarin dan staat dat het kabinet wel tegen de Europese Commissie heeft gezegd, maar we hebben nog geen positie. Dat komt mij zeer Hoeksteriaans voor. Je zegt het een en je zegt het ander. En wat is hier nou waar? Minister-president. Nou, misschien allebei. Maar ik check dat nu ook even, want u had die vraag volgens mij echt niet gesteld in uw termijn. Wel in een interruptiedebat. Ik heb naar zitten luisteren, maar de vraag is niet gesteld. Dus ik heb hem nu ook niet alle details hier nu in mijn set zitten. Wat ik in ieder geval wel weet, is dat uiteraard voor Nederland, voor onze open economie, dit type verdragen belangrijk is. Maar dat we iedere keer wel heel goed kijken bij verdragen of die voldoen aan onze randvoorwaarden. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Ik ben heel blij dat CETA nu van kracht is, ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd. En uiteraard zullen we iedere keer bij handelsverdragen heel kritisch zijn en kijken of die voldoen aan al onze randvoorwaarden. En ik vind ook dat we dat moeten doen op de momenten die daarvoor zijn. Dus als het zover is dat het Nederlandse kabinet van oordeel is dat wij aan de Kamer moeten vragen om ratificatie van zo'n verdrag. Als het eenmaal in dat stadium is, dan zullen we dan dat debat voeren. En dan zal de Kamer ongetwijfeld ons weer die motie in het gezicht schrijven. En dan hebben we daar het gesprek over. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, gelukkig is het zo dat de parlementen moeten ratificeren. En de Tweede Kamer is daar duidelijk over geweest. Volgens mij is alleen de VVD nog een echte voorstander. Ik had gehoopt dat D66 ook echt tegen zou zijn, maar we gaan het zien. Voorzitter, ik begrijp niet dat de minister-president werkelijk in zijn zoektocht naar draagvlak bij de boeren niet de positie
durft in te nemen, nog steeds niet, die de Tweede Kamer al wel heeft ingenomen. Dat hebben we niet zomaar gedaan. Dat verdrag is gewoon gesloten. Je kan gewoon op internet kijken, hè, wat daar de teksten van zijn. En dan wachten tot het officieel aan de Raad wordt voorgelegd, terwijl we al weten wat erin staat. Dat van grote onrust onder de boeren. En ik wil heel graag dat de minister-president daar dan later even op terugkomt als hij het heeft kunnen lezen. We weten ook niet wat nou precies de positie is. Aan de Europese Commissie vragen om de vaart mee te maken en tegelijkertijd in een koffiemomentje zeggen, maar we hebben ook nog geen positie of zo. Wordt die truc die Hoekstra heeft uitgehaald nu standaard de manier waarop het kabinet opereert? De minister-president. Dat is een beetje flauw. Het heeft natuurlijk niks te maken met eerlijk debat. Dat staat los. Sorry, vind ik flauw. Maar goed, even mag allemaal. Even terug naar Mercosur. Volgens mij gewoon stap voor stap. Er is nog helemaal geen voorstel ingediend bij het parlement. Dat gesprek moet nog plaatsvinden. Uiteraard zullen wij bij een beoordeling, ook in formele zin van teksten, mee laten wegen wat de Kamer daarvoor opvatting over heeft gegeven. En volgens mij moet je het zo doen. Echt even stap voor stap. Het is toch raar om nu op een überhaupt nog niet in parlementaire behandeling zijnd verdrag, waarvan het kabinet nog niet heeft besloten door te sturen, nu al te zeggen, dat wordt sowieso afgewezen. Dat laten we ook als Nederland proberen, zou mijn oproep zijn, ook af en toe, nou, ik begon gisterochtend er al even mee, ook af en toe weer naar buiten te blijven kijken. Daarmee niet alles van buiten goed is, dat realiseer ik me, maar ook niet op voorhand slecht. Mevrouw Alwand, tot slot. Ja, voorzitter. Laten we het gewoon even concreet maken. Die Mercosur-deal betekent dat Europa, en dat zijn de autoproducerende landen, Duitsland bijvoorbeeld, meer auto's naar de Latijns-Amerikaanse landen mag sturen. En in ruil daarvoor moet Europa accepteren dat er goedkoop rundvlees en goedkoop kippenvlees op onze markt terechtkomt. Koeien voor auto's, dat staat er gewoon in. En de minister-president die de koning laat zeggen dat het kabinet al het mogelijke zal doen om draagvlak te vinden voor de stikstofmaatregelen, zal daar nou moeten handelen. Of hij moet hier toegeven dat hij de koning iets heeft laten voorlezen wat gewoon niet waar is. Ja, voorzitter, daar we nou nogmaals. Internationale verdragen. Dit zou potentieel een van de allergrootste handelsverdragen zijn die ooit is gesloten. Laten we nou niet op voorhand, het is er nog niet eens, nu al besluiten dat dat allemaal niks is.